Video's importeren op je tijdlijn. Hoe doe je dat? Je zoekt eerst naar een video, bijvoorbeeld. Uh, hi. Als ik op hi druk, dan vind ik helemaal geen video's van een hi. Hoe komt dat? Omdat ik in mijn geval moet zoeken in het Engels. En in het Engels is dat natuurlijk Shark. En als ik Shark in type, dan krijg ik dus wel video's. Hoe moet je dat? Je kan ze hier gewoon bekijken. En wat je dan moet doen, is deze op een videolaag zetten. Nou, deze is bijvoorbeeld videolaag nummer 1. Dan zet ik hier mijn video op. Video laag nummer 1. Dit noem je dus een clip en ik kan meerdere clips toevoegen. Dit is de blauwe indicator en als er geen clip is, zal dit doorzichtig zijn of uh, zwart. En als hij dan bij zo'n clip is aangekomen, dan zie je dus dat je die kan bekijken en dat de tijdlijn afspeelt. Deze clips kun je verplaatsen en verschuiven. Die kun je ook uh, deleten door op deze knop te drukken van delete of gewoon delete van je toetsenbord. Zo'n clip kun je nooit langer maken dan dat die is, want die clip is gewoon niet langer. Je kan hem wel altijd korter maken. Wat doe je dat? Je gaat op de zijkant staan. En dan kun je dus hier zo klik en sleep. En dan kan je deze de gewenste lengte geven. En dat kan ook van de andere kant. En op die manier kun je dus je clip zo in je tijdlijn zetten. Oké, okay? toppie!